Hallo allemaal, Mike hier. Vandaag terug in het Nederlands voor Carlijn Design met een magische verjaardagskaart. En hier is hij dan. Je herkent misschien wel Harry Potter en de kaarsen in de eetzaal. Ik heb maar liefst 4 Carlijn Design sets gebruikt. Fijne feestdagen, want daar staat magische. Ik heb gefeliciteerd had ik in eerste instantie eruit gehaald. Maar uiteindelijk heb ik de kaars gebruikt. En dit is een Bugaboo digitale stempel. Van Harry Potter-achtig figuur. En ik heb een heleboel van die kaarsjes gestanst uit wit glitterpapier. Met daarachter dubbelzijdig getaped, zodat het sticker is. En ik ga er een vlammetje in maken met alcoholmarkers. En wees voorzichtig, want de glitter het is net schuurpapier. Dus druk vooral niet te hard. En doe dit niet met je Illustrator markers, want die brushnips kunnen daar niet tegen. Dat heb ik uit ervaring al. En dat ga ik straks nog even doen off-camera. Het is allemaal hetzelfde, een beetje oranje erin. Ik heb hier Crafters Companion water verfpapier. Hij is toevallig omdat het A4 is. Het is niet mijn lievelingspapier, maar goed. Anders wordt hij weer smaller. En ik heb Distress Refills. Distress Inks is gewoon Distress Inks is Black Suit, Hickory Smoke, Chip Sapphire, Wilted Violet en Dusty Concord. Dat is allemaal zwart. Die gebruik ik liever niet met waterverf. Maar ik wilde een beetje een nacht donkere kathedraal, weet ik veel waar ze in eten. Ik heb gekeken en het is heel raar, want waar de kaarsen zitten, daar is het donker en onderin is het licht. Dus dat snap ik niet helemaal, maar goed. Uiteindelijk heb ik het paars gemaakt, want dat is wel een mooie magische kleur, vond ik. En er zit een butsje in mijn papier. En met zwart is heel erg overheersend, dus gebruik daar dus liever niet of heel weinig van. En ik ga dan voor een ombre effect, dus lichter naar beneden. En het is een hommage aan Harry Potter. Een beetje bedoeld als herkenning, maar niet 100% waarheidsgetrouw, denk ik. Want ik heb even foto's opgezocht en die jas die hij aan heeft, de robe, is heel erg zwart. En hij heeft dan ook nog een grijs overhemd en trui aan en zwart. Het was wel allemaal een beetje donker. Dus ik heb eigenlijk gewoon maar een beetje gedaan zoals ik het zelf leuk vond. En zoals het zou kunnen zijn. Of misschien had moeten zijn. Weet jij veel. En de Bugaboo stempels. Dit kan je trouwens downloaden van bugabooestamps.com. Er is ook een Snape. Hermione. Hoe heet ze? Hermine. Ron. Ik weet niet hoe ze in het Nederlands heten. Dumbledore. En die grote vent met de beesten. Zo, het is een beetje lang geleden voor mij, Harry Potter, sorry. Maar Hagrid. Ik weet ook niet hoe die in Nederland heet. En dan die blonde, nare jongen. En voor extra lichtjes gebruik ik witte inkt van Kuretake. Dat is eigenlijk wat ik ook gebruik voor sterren in mijn galaxies. En gebruik niet het water omdat het helemaal zwart is om je witte inkt te verdunnen. Niet handig. Maar ik heb dus even wat water uit mijn sprayflesje gepakt. Ik had geen zin om op te staan. En ik droog het nu dan. Ik heb ook later nog gouden glitterpen gebruikt van Nuvo voor nog wat meer glitter. En kijk, mijn idee was, ze kunnen zo in de lucht hangen. En in de film hangen ze volgens mij super recht, zeg maar. Echt kaarsrecht in dit geval. Maar ik vond het leuker om ze schuin te doen. Als een onhandige Harry Potter in het begin alles misdeed. En nu zal ik gewoon even het kleuren aanzetten. Voor het kleuren zet ik de muziek aan. En ik zie je daarna wel weer. Veel plezier hier.
Nou, zoals ik al zei, heb ik zijn jas een andere kleur gegeven, omdat het anders zo donker werd. En volgens mij is Harry Potter's haar ook zwart en dat vond ik ook niet zo leuk. En zijn naam is wit, maar ja, dat is een beetje moeilijk kleuren. Dus die heb ik grijs gedaan. Met de Twyblend markers heb ik voornamelijk gekleurd waar ik ze had. En de jas heb ik dus paars gedaan. Ik denk dat past weer leuk bij mijn achtergrond. Daar zit logica in. En er zitten ja, soort sterretjes en ja, tekens wat uit zijn toverstok komt. Maar mijn scannenkat sneed die niet goed uit, dus die heb ik weggelaten. Ik denk dat hij wel op Harry Potter lijkt. Hij mag natuurlijk niet 100% realistisch zijn, want dan zit je waarschijnlijk met copyright. Maar goed, daar hoef ik mij geen zorgen over te maken als ik hem koop, toch? En nou ja, ik heb hem uiteindelijk gewoon op de achtergrond gedaan. Kijk, het kleurt echt helemaal goed. En daar is de gold shimmer pen, Midas Touch van Nuvo. En die doe ik een beetje op een plasticje en dan pak ik het op om het te spletteren. En dan moet ik het natuurlijk weer drogen. En sorry, ik had niet door dat ik nog ingezoomd was, dus ik ga zo uitzoomen hoor. De kaart, zeg maar, de waterverfpapier. Het waterverfpapier wil altijd een beetje krullen en doen. En daar heb ik met mijn schutpapier geen last van. Maar met andere wel. Ook al zit 300 grams. Ja. Blijkt die ook nog een beetje smaller te zijn. Ik denk, hoe kan dat nou? Ik heb 10,5 centimeter. Maar ja, ik heb waarschijnlijk niet goed gedaan. Hè? Dus ik snijd de basis naar af. En ik doe heel veel tape op de achtergrond. En ik zie, ik gebruik mijn bureau, de zijkant van mijn bureau, om het recht te trekken. Normaal zou ik dit met foamtape doen, maar ik ga nogal veel foamtape gebruiken straks. Dus ja, dan wordt je kaart weer zo dik. En dat wilde ik dus niet. Dus gewoon een beetje pielen zonder nagels. Ja. Er is een nieuwe tape van Crafters Companion. Die heeft randjes. Die wil ik een keer uitproberen. Want dan is het makkelijker volgens mij om het beginnetje te vinden. Dus ik doe het gewoon met mijn craftpick. Het gaat een stuk makkelijker. En ja, die plaats ik dus op de dubbele kaart. De basis. En hier zijn al mijn kaarsjes. Die heb ik ingekleurd. En ik weet nog niet hoeveel erop gaan passen. 2, 4, 6, 8, 11 uiteindelijk. Ik zoek hier een stukje overgebleven papier. Dat is 160 gram, is niet te dik voor mijn groetjes. Dus ik gebruik magische en verjaardagsgroetjes uit twee verschillende sets. De ene is fijne feestdagen en de andere is gefeliciteerd. En uiteindelijk heb ik de hoera er ook nog bij gepakt, omdat gefeliciteerd was net even te lang en te breed. En ja, ik wilde gewoon de standaard kaart hebben natuurlijk. Dus ik kijk nog even of er wat anders bij zit. Maar uiteindelijk heb ik gedaan hoera, magische verjaardagsgroetjes. En dat ja, linkt alles weer met elkaar. Je kan natuurlijk ook gewoon hoera doen. Dat magische was juist leuk, hè? Hoera, verjaardagsgroetjes had ook gekund. Of gewoon hoera. Of gewoon verjaardagsgroetjes. Ik bedoel, je mag het zelf weten. Ik had op dit gestempeld met Verse van Claire. Die inkt is nog heel erg nat. Dus ik ben even overgestapt naar VersaFine Onyx Black Ink. Anders loopt je stempel snel dicht als het, zeker met zulke kleine letters, als het te vet is, te dik, te nat, weet ik veel. Noem het zoals je wil. Om ze uit te snijden gebruik ik de Carlijn Design smalle tekststrip. En dan zitten nog allemaal aan elkaar, dus ik zoek even de goede lengtes en dan knip ik diegene los. En die plak ik dan op een magneetvelletje.
probeer zo min mogelijk tape op de tekst te doen, want mijn DCP-papier kan niet zo heel goed tegen. Dit is verftape, zeg maar, afplaktape. Dat is net even te sterk, ook al heb ik hem op mijn hand een beetje vet gemaakt, zodat hij niet zo goed meer plakt. Plakt hij nog behoorlijk. En de rest van het papier interesseert me niet zoveel, dus dat heb ik even op mijn andere bureau gestanst. En nu zorg ik dat ik die alvast weer veilig zet. En in eerste instantie wil ik ze daarboven doen, maar ja, daar komen al die kaarsjes. Dus daar heb ik hem uiteindelijk gewoon onderin gedaan. En dat mag natuurlijk, weet je, zeer gefeliciteerd. En dat, ja, dit was niet diegene die ik wilde gebruiken, want die was een beetje schuin gestanst. Maar dat was meer even voor de maat. En ja, ook hier weer denk ik lekker schuin en onhandig. Dat vond ik leuk, omdat Harry Potter in het begin erg onhandig was natuurlijk. En Hermine die was daarentegen super snob. Ik mocht haar in het begin niet zo. Later vond ik haar wel grappig. Maar in het begin dus, het is Leviosa, niet Leviosa. Dat kon ik niet zo goed tegen. Maar ja. Dat hoort bij de boeken, denk ik. Voor mijn groeten heb ik dus geswitcht naar de Hoera set. En heb ik paarse inkt gebruikt. Ik sample hem 2 keer om een mooie indruk te krijgen, of een afdruk. En ik vond de eerste niet zo mooi, dus ik heb het papier een beetje verschoven voor nog een keer. Ik weet eigenlijk niet meer precies waarom ik die eerste heb afgekeurd. Oh ja, ik had eerst dit gedaan met embossingpoeder en er zat allemaal glitter aan mijn hoera-stempel, dus die was nog nat van het afwassen. Ik ben even onder de kraan gaan spoelen om alle glitter eraf te halen. En die eerste, daar was de stempel dus nat en dat zag je. Het embossing ging niet helemaal lekker. Ik kon hem niet goed vastpakken. Er is weinig randje. En ik wilde hem eerst snijden en dan pas stempelen. Om te zorgen dat hij goed in het midden kwam. En dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar gewoon paars is ook wel goed. Er zit al genoeg glitter op met al die kaarsjes. En glitter op de achtergrond. Dus ik vond het wel glimmend genoeg. Zeker als het voor een jongen is. En ja, ik heb 11 kaarsjes gedaan. Gewoon omdat dat op mijn velletje papier paste. Maar je kan er natuurlijk aan passen aan de leeftijd. 11 lijkt me ook wel de leeftijd voor een Harry Potter fan trouwens. Maar ik denk niet dat iemand alle kaarsjes gaat tellen. En er is ook een tekst die zegt, zoveel kaarsjes, dat wordt flink blazen in de gefeliciteerd set volgens mij. Dus die zou ook heel erg leuk zijn bij deze. Maar omdat ik moest denken met die kaarsen aan de Harry Potter film, heb ik een Harry Potter stempel erbij gezocht en alles weer, zeg maar, een geheel gemaakt. Maar ja, dit is mijn interpretatie. Het gaat erom wat je er zelf in ziet. En ik wilde laten zien dat je die kaarsjes ook gewoon zo kan gebruiken. En als je deze set niet hebt, dan heb ik ook wel eens gewoon een smalle tekststrip-achtige stansjes gebruikt om daar kaarsjes van te maken. En ja, nou ja, zo vind ik het wel oké. De Harry Potter en Hoera doe ik met foamtape, zodat ze wat meer naar voren komen. En zoals ik zei, ik had dubbelzijdige tape achter de kaarsjes gedaan, want het is makkelijk als stempel. En dat had ik misschien bij Hoera en Magisch ook kunnen doen. Maar ja, ik dacht dat is wel breed genoeg voor een beetje lijm. Hij is zo schattig. De hoera stak een beetje uit. De foam was net even te breed, dus ik knip hem door en verplaats hem een beetje. En dan zag ik nog een klein puntje. Dus die stop ik terug met mijn kraftpik. En deze doe ik gewoon met lijm.
Nou, dat is de kaart voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Het is een behoorlijk lange video. Ook heb ik alles 200% versneld. Nog steeds 20 minuten bijna. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer. En tot ziens. Doeg.